Ik ben Jorian, ik speel bij Triple Threat. Ik ben 16 jaar oud en ik heb ook Nederlands Team 16 gespeeld. Ik ben Yannick Graag, ik ben 15 jaar. Ik speel bij Triple Threat en Orange Lions Academy. En ik zit in het Nederlands Team onder 16. Yannick en Jorian maakten kennis met het internationale basketbal tijdens een toernooi in Servië met Oranje onder 16. Het is toch wel een beetje eng om te zien wat voor mensen er toch wel rondlopen op deze wereld. Hoe lang ze zijn, hoe breed ze zijn. Ik merk toch wel dat je nog veel moet groeien. En dan hebben we het over leeftijdscategorie 15, hè? Ja, precies. Dan zie je al mensen van 210 en zo. 110 kilo. Ja, dat is nog een beetje aankomen nog. Het zijn vooral echt hele gedisciplineerde, hardwerkende jongens. Die er alles voor over hebben om hun ultieme droom te halen. En echt toppers. Basketbal betekent letterlijk alles voor me. Ik heb al mijn tijd geïnvesteerd in basketbal het laatste jaar. En dit jaar wordt het nog veel meer. Iets minder school, iets meer basketbal. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Triple Threat wil meer een familie zijn dan een club. Jongeren die anders maar wat gaan rondhangen op straat, krijgen hier een vol programma aangeboden. We proberen veel meer te doen dan alleen het basketbal, maar ook juist het stukje maatschappij, discipline, plannen, al dat erin te brengen. En door middel van sport, 4-5 keer in de week trainen, is er natuurlijk ook niet zoveel tijd meer voor op de straat. Want het zijn jongens die heel veel talent hebben, maar vaak niet de zelfvertrouwen hebben om dat te brengen. En dat proberen wij hier erin te rammen, discipline erin te rammen. Mijn droom, ik wil het liefst Division 1 college spelen. En ik wil ook gewoon natuurlijk daarna pro gaan. Maar je wil graag je brood verdienen met basketbal? Zeker. Ja, dat lijkt me het leukste natuurlijk wat er is.